Zelfreflectie, samenwerken en betere gesprekken zijn natuurlijk cruciaal. Maar we moeten die bureaucratische hel stoppen, voorzitter. En ik werd toch weer een beetje geïrriteerd hoe dat ik de heer Van Weijgaarde meer concrete dingen hoor zeggen over een kabel voor windmolens dan over hoe we die bureaucratische hel, die het werkelijk is, echt gaan stoppen, voorzitter. En ik zou aan de heer Van Weijgaarde willen vragen of hij het met mij eens is dat als je naar het toeslagenschandaal kijkt en naar dit schandaal, deze ramp, de grote overeenkomst is dat de overheid burgers, inwoners wantrouwt. Ziet als potentieel fraudeur. Dat ze tot op de dag van vandaag voor elke euro in de maatwerkaanpak schadevergoeding nog eens een hoger bedrag uitgeven, puur om mensen te wantrouwen en het leven, nou ja, dank u wel, soms tot een hel te maken. Heer Van Weijgaarde. Ja. Nee, en mevrouw Beckerman die verwijst opnieuw naar het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, waar ik zelf ook in zat. En wij hebben destijds als commissie een rapport opgeleverd en daar sta ik nog steeds uiteraard volledig achter. Maar als we het over dit onderwerp hebben, ik heb ook net aangegeven dat ik vind als het gaat om schade en versterken, dat daar die bureaucratische hel in zit. En ik heb ook getracht juist wel concrete voorstellen te doen om inderdaad, als het gaat om veel meer uit te gaan van vertrouwen. En dat klinkt misschien wat, de voorstellen die ik heb gedaan, dat klinkt misschien wat technisch, maar dat is wel heel belangrijk. Je moet dus kijken, kun je dat hele civiel-juridische aansprakelijkheidsrecht als een soort dwangbuis waar ze nu in zitten, in welke mate kan je dat loslaten? Dat heb ik ook gevraagd aan de commissie. Ik denk dat je dat deels moet loslaten. Dat je veel meer moet uitgaan van vertrouwen. En dat betekent dus ook mandaat en tekenbevoegdheid van de betrokken ambtenaren in Groningen uitbreiden. Dus meer uitgaan van vertrouwen. Nou, volgens mij zitten wij daar hetzelfde in. En daarnaast heb ik, ja, kan je nog denken aan meer. Zijn er nog andere voorstellen die ook het instituut mijnbouwschade heeft gedaan? Maar die laat ik nu even ook terwille van de tijd buiten beschouwing. Maar ik denk juist dat we daar zeker concreet in moeten worden. En dat verwacht ik ook van het kabinet in hun reactie. Ja, voorzitter. En kijk, dat is, kijk, het grote probleem is waarom ik niet zomaar hoopvol ben dat dit een keerpunt is. Ja. Is door die ervaring met het toeslagenschandaal. Want ook daar werd dat gezegd in zo'n debat. En ook daar weten we dat die ouders nog voor een heel groot deel nog steeds in die hel zitten. Mm-hmm. En heel concreet, ik heb een voorbeeld genoemd en u was daarbij, van die vader met zijn twee dochters die prinsesjes spelen. Die eindelijk denkt, mijn huis wordt versterkt. En dan wordt hij gebeld en het ligt weer stil. En dat lossen we niet op als we niet fundamenteel anders naar schade en versterken gaan kijken. En tekenbevoegdheid is echt weer zo'n woord uit het systeemwereld. Kan vast voor een deel helpen, voorzitter. Maar het gaat om die fundamentele oplossing. Heer Van Weijgaarde. Ja, alleen, ik ben dat voor een heel groot deel met mevrouw Beckerman gewoon eens. Alleen, als we zeggen, het gaat om die fundamentele oplossing. We hebben ook niet hier, dat is al eerder door iemand anders ook genoemd, niet een soort silver bullet van, ja, als we dat doen, dan is het ook in één keer allemaal opgelost. Ik denk wel dat het uiteindelijk ook te maken heeft met die mensen die daar zitten bij het instituut mijnbouwschade, ook bij NCG. Ik twijfel niet aan hun goede bedoelingen. Maar wij moeten ook beginnen met hen dan in positie stellen en ook het vertrouwen geven om ook menselijker, milder en makkelijker te werk kunnen gaan. Dan heb je het inderdaad toch wel ook over bevoegdheden, vertrouwen en vrijheid. Maar het is ook iets, dit is ook iets waar wij samen bij zijn. En volgens mij is onze ambitie op dit punt dezelfde. Dank u wel.